Ik ben niet Aaf van Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Kappers! Nou ja, daar zijn we weer. We zijn terug. We zijn terug. We gaan het hebben over kappers. De do's en de don'ts. Wat moet je vooral niet doen, wat moet je wel ja, juist wel doen. Hoe moet je wensen kenbaar maken op de beste manier? Hoe moet je wensen kenbaar maken? Daar gaan we het allemaal over hebben. Ja. We gaan het hebben over een roddelblad. We hebben een roddelblad, de party. Ja. Dat is niet... dat is een beetje... Dan moet je bukken, zeg maar. Dat zijn de slechtere merken. Die staan onderaan. Onder. Ja, ja, precies. Dus dat is de party, vind ik zelf een beetje. Maar goed, ja. Beetje de euro-shopper van de roddelbladen. Ja, het is nog niet gratis, maar zo ziet het wel zou een beetje zijn. Uit. Ja. Het is een beetje de ditjes en de datjes, inderdaad. Ja. En wat ook heel raar is, inderdaad, meteen de kaft is helemaal bedrukt. Dus je schiet meteen in een... In het verhaal. In een verhaal, ja. Ja, je komt er echt meteen in. Ja, want normaal is het altijd van, dan beginnen ze... En dan is hier nog Jan Uriels. Ja, en dan nog een inhoudsopgave. Jan Uriels met allerlei... is altijd wel nog iets ergs. Ja, en Guido de aftrekker. Mensen schreven toevallig deze week dat ze door ons gepraat zin kregen om roddelbladen te kopen. Ja, dus top. Kennelijk maken we toch een soort reclame. Dat zul je ook wel hebben gemerkt. We zijn altijd grof zo positief betaald. We worden grof voor betaald. Ja, okay. Ik dacht toch, ja, kennelijk maakt het toch iets los. Ja. Nee, elke week komt even het zandgoed. Dan doen we mooi werk. Met een envelop. En dan komt Dikke Leo komt met een envelop. Die krijgt ook Dikke... Mag jij niet meer zeggen. Dus, nee, mag wel. Van, oh ja, precies. Nou, dat als het een beschrijving is, ja, het was dan mag het wel. Beschrijving. Dan mag het wel. Ja. Dus je, dan mag als je Leo gewoon dik is, mag je zeggen, mag dikke, zeggen Leo. Dikke Leo. Ja, maar je mag niet zeggen... Geen waardeoordeel daar vast doen. Stomme Dikke Leo. Nee, dat mag ook nog wel, want dan is gewoon stom nee, Leo. Maar niet Leo is dik, dus hij is stom. Nee, dat zou bijvoorbeeld niet mogen. Maar goed, dat hebben we even uitgelegd. Leo bestaat, dus het maakt toch sowieso niet uit. Maar goed, dan gaan we het dus over de party hebben. Dan hebben we ook nog een probleem. Zeker. En we hebben een suiker. Ik denk oom. Oom? Ja. Suikeroom. En daar gaan we straks over praten. Want daar hebben we zelfs een iets voor in moeten vullen en zo. Ja. Dat is een beetje in ons privéleven gekomen. Ja, het komt zelfs waarschijnlijk in ons lichaam terecht. In ons. Ja. De suikeroom komt in ons. Dat is eigenlijk niet wat je wil met de suikeroom. Maar goed. Visualiseer dat maar eens. We doen alles voor geld, dat blijkt maar weer. We laten de suikeroom in ons komen. Ja. In je ingewanden komt hij. Oké, nou, dit gaat de kant op waar wij ook niet van gediend zijn. Nee, want we zijn een hele chique podcast. En we hebben een goed hart. Dus alles wat verder nog gebeurt, moet je af. Over Leo draaien we nu allemaal. We hebben een goed hart. Aaf, hoe was jouw week? Mijn week was goed. Nou ja, eigenlijk, ik was echt... Nou ja, dat is ook weer heel makkelijk om te zeggen. Maar het was wel echt zo dat ik heel erg geraakt werd door dat nieuws in Afghanistan. Jezus, ja. En dat eigenlijk het meest... want alles daaraan is triest, maar... Op een gegeven moment was er een filmpje van vrouwen die gingen demonstreren. Wat ik heel dapper van ze vond. Ja. En toen vroeg mijn dochter aan me van... Oh, maar hoeveel mensen zijn er dan bij zo'n demonstratie? Ze zei, ja, 8. Ik bedoel, echt, het was zo'n klein groepje. Ja. Dus dat, en die keek mij zo aan van... Hé, maar dan is het toch geen demonstratie. Maar dat zegt dus wel hoe gruwelijk eng het zijn daar ook. Is. Ja, hoe, en ik al die beelden... Ja, het was wel... Het was verschrikkelijk, ja. Maar ja, ik kan er eigenlijk niks anders dan clichés over uiten. Maar ik vind het ook weer heel stom om het helemaal onbenoemd te laten. Als we ja, vind ik ook. En ik vind het ook altijd wel goed om in zulke periodes... En als er dan moties bijvoorbeeld door de Kamer... want die Caroline van der Plas, die had dan toch tegen... Die had dan met de Forum voor Democratie en met PVV en zo meegestemd. Ja, ja. Dus het maakt dat ook wel duidelijk. Wat. Ja, het zet wel mensen op hun plek. Nou, ik vond Biden ook ineens een stuk minder sympathiek. Ook. Ik dacht, dus het gaat nu alleen nog maar om de Amerikanen. Ja, wat een onzin ook. Ik denk dat hij het in Amerika daarmee heel goed doet, hoor. Maar ik dacht wel, wow, dat is echt... snoeihard hoe hij dat... Maar dat had hij voor Trump nooit denk gedaan. Maar nu denken zij allemaal... we moeten de teleurgestelde burger... America first. Ja. Ik vond dat echt een hele nare persconferentie. Ja, ik ook. En hoe was jouw week?
Nou, mijn week was... update even over de aanval, zeg maar, op de Herengracht. Daar heb ik van gehoord. De vrouw die jou in het gezicht had geslagen. Die vrouw die mij had aangevallen. En die had zich 's avonds al gemeld bij de politie. En dat hoorde je pas veel later, toch? Ja, want eerst moest heel het onderzoek worden afgerond en zo. En die had zich huilend op de balie geworpen. En die had spijt en die vond het verschrikkelijk. En die had zichzelf niet in de hand gehad. En er was dat allemaal redenen. Maar goed, zij had heel veel spijt. En ze vond het verschrikkelijk. En ze had zichzelf dus gemeld. Ja. En toen... dat hoorde ik dus. Wat ik ook nog wel een hele goeie vond, is dat ze zei... nee, ik heb geen visum gezegd, ik heb homo lul gezegd. Dus dat is wel een opluchting. Want dat was dat is meer dat is een omschrijving. Ja, dat is gewoon dat objectief. Is, ja, dat andere is een waardeoordeel. Dus daar was ik echt wel mee. Ja, en ik zei alleen maar dat je dik was. Die kon je in je zak steken. Ja, die kon ik in mijn zak steken, dankjewel. Homo lul. Oh nee, maar dat is prima. Ja. Maar en verder vond ik haar in haar... wat ik van haar hoorde dat ze allemaal gezegd heeft... heel eerlijk, ze heeft echt... wat zij niet eerlijk heeft gezegd is dat zij zegt ik kwam uit de auto. Zij stapt uit de auto. Toen zei ik, zegt zij, trut. En toen heeft ze mij een klap gegeven. Dat is allemaal niet waar. Want ze kwam uit de auto. Zij was meteen als een stier. En toen kwam ze meteen op me af. En toen het enige wat ik heb kunnen zeggen is doe eens rustig. Ja. En toen gaf ze me al een klap. Ja. Dus ik zal er later wat trut hebben gezegd vast. Maar ik heb zeker niet, want nu leek het net, oh ja, dat was dan is nog onzin. Dan is het nog heel raar om je nog geen reden om te klap geven. Maar ja. Zij deed net zo. Maar voor de rest is ze wel super eerlijk geweest. Ook dat die man heeft staan te schreeuwen en zo. Dus en nu is het dan zo van ja, of ik dan een excuusgesprek wil, maar ik wil haar nooit meer zien. Nee, wat dus, heb jij daar aan? Nee, dus ik ben al hartstikke blij dat ze dit heeft gedaan. Dat ze niet iets heeft verzonnen van ja, hij heeft schopte tegen de auto of hij sloeg me. Of ze heeft duidelijk spijt. Prima. Ze heeft duidelijk spijt. Ze is eerlijk geweest verder. En wat ik wou is dat ze even schrok. En dat ze is geschrokken. En dat ze even realiseert dat dit niet zo kan. Dat je niet mensen zomaar... Dus... Wat ik dan wel denk, dat zei ik ook net tegen jou... Van, als jij dus niet bekend was geweest... en niet dat dit gewoon in de media was gekomen... had zij waarschijnlijk nooit dit soort spijt betuigd. Had ze zich ook haar niet verder gemeld niet. Misschien. Nee, precies. Nee. En dat vind ik dan wel weer een beetje... dat ik denk, ja, tuurlijk. Als je in elke telegraaf.nl staat, schrik je je kapot. Denk goed. Je, oei, ik ga me melden. Ja, dat is waar. Maar goed, dat zullen we nooit weten. Of dat ze wel ze hebben gedaan. Maar ze zal wel zijn geschrokken, dat geloof ik wel. Ja, ook als ik niet ik was. Ja. Dus dat vond ik fijn. En ik vond het ook wel weer heel grappig dat we allemaal weer... We kwamen allemaal weer bij shownieuws, waren weer dingen. Maar het ging ook over slimste mensen, dat ze dat eruit geknipt hadden. Dat van, vertelde jij vorige week? Ja, dat ik had gezegd van, goh, zijn alle twee leuke programma's... de Belgische versie en de Nederlandse versie. En het zijn gewoon twee verschillende programma's, maar ze zijn alle twee leuk. En dat ze dat eruit geknipt hadden. En toen hadden ze bij shownieuws over. En toen zeiden ze het zou waarschijnlijk wel zijn... omdat Mark-Marie heel veel praat en dan moeten er dingen uit. Ja, dan kan je nog kiezen wat je eruit had en wat niet. Vond ik ook onzin. En ondertussen zat die Roland... Molendijk of zo, die zat daar. En die heeft heel hekel aan mij. Ik ook aan hem. Maar hij ook aan mij. Zij zat elke keer te proberen om dingen tussenin te doen... om nare dingen over mij te zeggen. Waar ik niet meer kon. Hij had zijn hele stem er maar uit kunnen halen. En ik dacht elke keer, wie is toch die Roland? Wat doet hij eigenlijk? En toen was ik opgezocht, was hij DJ... Ja. En toen dacht ik, maar hij is in de 50, achter 50. Waar staat hij te DJ? En toen zei hij het zelf. Hij, daarom heb ik ook wel weer medelijden met hem. Want hij is DJ op Wasteland parties. Dus op van die seksfeesten. Echt? Staat hij met zijn pick-up? Staat hij dan gewoon... Snap je, en dan zie ik stel ik mezelf voor dat hij dan met die pick-up zo van huis moet vertrekken. En dat hij daar op moet stellen en zeggen... Nee, niet daar. Daar is de poepkamer. En dan moet hij weer ergens anders gaan staan. En dan moet hij... plaatjes gaan draaien. Ja, voor mensen die toch met andere dingen bezig zijn. In een leren slip natuurlijk moet hij staan, want hij kan niet dan helemaal... En dan moet hij zeggen, dit plaatje is aangevraagd door Lisette... die daar met die rubberen bal in de mond ondergeplast wordt. I'm coming out van Diana Ross. En dan moet hij die pick-up opzetten. Dat is natuurlijk hartstikke zielig. Dus ik zal wel de Roland Molenwijk het moeilijk vindt. Logisch dat hij de pik op jou heeft. En op iedereen waarschijnlijk, op de wereld. Ja, die heeft gewoon een burn-out. Ik gun hem het allerbeste gewoon. Ik vind het top dat hij dat doet. Want ook als je ondergeplast hebt, dan wil je toch ook muziek op de achtergrond. Dus het is hartstikke leuk dat hij dat verzorgt met zijn pick-up. Nou, dat was onze week. Ja. En dan gaan we nu... Ja,
Naar het hoofdthema. Ja, nee, ik zat nog even te denken of ik de link naar vitamine kon leggen, maar dat was nu niet zo. Nee, dat ik is zat van ondergeplast. Is er niet een suikeroom daarop zitten wachten? Nee, dat lijkt me niet een hele leuke. Ja, fijn dat je op dat moment goed hebt ingefietst. Dank je wel. Dan kan je wel een avond overlaten. Die weet altijd wel een leuk Wasteland. Urinebrugje om ergens te komen. Een brug van urine. Ja, want dat is ook zo van. Ja, dat mag niet te dicht bij die pick-up plassen natuurlijk. Nee. Dus hij staat ook heel de tijd. Maar al die lichaamstappen, jongens, het komt onze mijn naald. Met de piemel de andere kant op. Want anders komt mijn naald ertussen. En dan kan en al mijn singeltjes weg. Het vliegt want in het rond. Zo'n van die tas met van die singeltjes. Van die koffertjes staat hij zo doorheen. De hostage van Donna Summer. Heeft er iemand interesse, dames en heren, de hostage van Donna Summer? En, maar goed. Man. Het hoofdthema. Kappers. Ja. Ja, jeetje, Mark-Marie. Ik was benieuwd, want dit was jouw input eigenlijk bij de vergadering van deze week. Ja. En want jij hebt natuurlijk allerlei haarfases gehad. Jij ging natuurlijk heel lang niet naar de kapper. Is een interviewprogramma. Ja. Want het is zomergasten, wist je dat niet? We zitten op een caravan die in het water staat. Straks urenlang naar een hele ingewikkelde kunstfilm van jou kijken. Maar, jij hebt een kappershiaat gehad. En nu ga je weer. Dan moet ik jou helaas... Nou, dat zie je wel, het is toch goed dat ik deze vraag even stel. Dat ik doe het niet graag, maar dan moet ik jou toch corrigeren. Want het is namelijk zo, daar was zeker geen kappersgejaard. Want ook in die tijd moest ik wel naar de kapper heel vaak. Dat jij een toupet had. Dat ik een toupet had, weet je dat nog? Nee, maar dat zeg ik er even bij. Ja, nee, maar dat is heel goed voor jou. Dat is heel goed voor jou. Dat vind ik ook zo fijn dat je dat doet. Dat je Janine Ambring bent. Ja. Wat ik niet begrijp. Kijk, jij bent begrijp dan Hans gewoon Klok. Niet. Dan zegt Janine Ambring. Ja, toch begrijp ik niet. Ja, Janine, nou is het goed. En doe me even rustig. Ga maar even zwemmen. Maar zij moet elke keer tussendoor gaan staan. En wist je dat? Waarom? Omdat ze toen bij Wie is de Mol zo heel die rugding heeft. Naar, dus elke keer als er een fragment komt, daar moet ik elke keer tijdens een fragment, omdat ik sinds ik dat weet, zie ik haar elke keer tijdens een fragment, dat ze denkt, oh, gelukkig een fragment. En dan kan ze even gaan staan en lopen en zo met haar rug. Dus als je altijd, kleine hondjes hebben ook altijd pijn, hè? Met heel grote ogen. Echt? Ja, die hebben met platte neus. Platte neus, grote ogen. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja. Hebben altijd hoofdpijn. Dus als ik die zie, dan kan ik eigenlijk nergens anders aan denken dan, oh, die heeft nou heel erg hoofdpijn. Als die dan moet lopen, zo, dan denk ik, au. En dan denk ik een beetje niet in Abring ook altijd. Ja. Dan denk ik, oh, dan komt een fragment. Oh, dan zal ze wel blij zijn, want dan kan ze het al eventjes gaan staan. Zou ik een leuk zomergastenfeitje vertellen over mijn eigen vader? Ja, graag. Hij was ooit een gast. Oh ja. En dan had hij ook ineens een pruik opgezet trouwens. Ook heel gek, maar goed, dat was weer. Maar toen heeft mijn stiefmoeder naar de studio gebeld. Dat is natuurlijk handig met live tv, want ze zag gewoon van, jeetje, hij heeft nu al 4 glazen wijn op. Oh. En nou begint een beetje, jij heeft je gewoon gebeld. Echt water gaan geven, ja. Maar bij ons, was nog in de oude tijd je gewoon een telefoon in de studio had staan. Ja, maar bij mij mochten allemaal mensen mee, zeg maar. Oh, dus echt? Een soort publiekje? Die zaten wel net in de ruimte daarnaast. Maar die zaten wel achter voor een heel groot scherm te kijken. Naar jou. En, en dan wist ik wel, ze zijn daar en zo. Die hoorde ik dan wel af en toe. En, maar dat was wel, dat vond ik wel leuk met jouw broer, Jelle. Ja, dat is waar. Ik ben gek op je. Ja, maar goed. Ik ook. Waar waren we? Kappers. Jij had geen kappershiaat. Ik moest dus elke keer naar het Herhotel, heet dat. Dus een hotel voor het haar. Ja. Nou ja, als je goed over nadacht, zelfs als je niet goed over nadenkt, dan kan je nog wel begrijpen dat dat wel klopt. Want je liet het haar erachter en dan gingen ze het in Nepal weer bekijken. En dan gingen Nepalese mensen gingen daar weer wat knopen. En dan kwam het weer terug. En maar wat droeg jij dan in de tussentijd? De tweede, want je kon er meerdere hebben natuurlijk. Tuurlijk. Je moest er altijd eentje hebben. Dan hadden ze dingen en dan eentje ging daar naartoe. En dan hadden ze volgens mij nog een in reserve of zo. En dan kwam die terug en dan deden ze het op. En dan soms was dan bijvoorbeeld heel veel krullen. Echt? En dan zei ik, nou is het wel iets jongens, gekruld. Dit weet ik niet. Ja. En dan gingen ze het zo iets streter maken. Zo. Maar dan was het nat. Toen zei ze, nee, maar nou is het wel goed. En dan kwam ik thuis en dan zaten die krullen erin. En dan moest ik weer een soort verhaal vertellen. Ik was altijd met de haar bezig en dingen. Dus maar ondertussen werd mijn eigen haar, die er nog steeds onderuit kwam ook, wel geknipt en zo. Want dus dat moest ook weer passen. Ja, want als het naar binnen kwam.
werd ik zo achter een palm gedreven. Ja. Omdat ik mensen mij toen al kende. Dus dat moest allemaal heel geheim. Dus dan moest ik achter een palm gaan staan in een ding. En dan werd ik zo heel meegenomen. En het zag daar een heel klein beetje uit als dus een soort Oost-Europees bordeel. Dus met allemaal spiegels. Het was ook zo raar. Je moest niemand wel elkaar zien, maar ook wel spiegels. Ja, dat is niet handig. Nee, dat was niet handig. Maar wel kapperpalmen en zo rood vloer en zo. En jij zo. Zat dan achter een palmboom? Achter een palm en dan werd ik door iemand gehaald. En in een apart kamertje. Het zaten allemaal aparte kamertjes. Wow. En met de tv en de dingen. En dan zat je daar en dan haalden ze dat eraf. En er was natuurlijk, er waren mensen, vond ik ook wel iets ontroerends hebben. Hadden ze, maar we gaan het direct over kappers hebben. Dat was niet. Dit is kapper. De kapper. Ja, dit is de kapper. Maar hadden ze de spiegel hadden ze Luxaflex voor. Oh. Want er waren mensen die konden het niet aan om zichzelf zonder de toupet te zien. Oh. En dan deden ze die Luxaflex naar beneden. Jeetje. Ja, dat vond ik iets heel ontroerends hebben ook of zo. Want ik kan me heel goed voorstellen dat het... Dat je dan even denkt, oh ja... Ja, nou, het is natuurlijk ook meteen... Dan zit Kik Stokhuis tegenover je. Nee, snap je? Dat je denkt, hè? Sorry, wie is daar? Nou, dat was je dan zelf. En deed jij dat ook met die Luxaflex? Nee, ik deed niet met Luxaflex, want ik dacht altijd, ja, dan... Ja. Face it. Ja, ik feestte niet veel, maar dat kwartier kon ik dan nog wel aan, zeg maar, om te feesten. Ja. Dus ik was dan wel bij de kapper, maar daarna, toen ik het af had gezet, dacht ik, nou heb ik nooit mijn kapper nodig, want dat deed ik met een tondeuze. En toen dacht ik, de tijd van kappers is voor, de tijd van alle kappers is voorbij. Ja, want ik heb mijn tondeuze. Want ik heb mijn tondeuze hier gevonden. En nu heb je gewoon weer een lang kapsel. En nu, maar toen ging ik, toen werd ik gebeld van, wil je niet een haartransplantatie? En toen heb ik haartransplantatie. En toen was ik ineens weer wel bij de kapper. Ja. Maar jij in de kapper? Nou, ik heb zoveel kappers versleten. Want ik was eigenlijk altijd dat ik dacht... Ik had het gevoel, en dat heb ik dus nu eindelijk niet meer... bij mijn huidige kapper. Hallo Stefan, ik weet dat je luistert. Oh. Hallo Stefan. Het is het leukste, Stefan, als het een beetje veel grijs is nog. Ja, dat vindt Mark-Marie. Vind ik het allerleukste. Als het blond is ook... Stefan het wel een beetje mee eens, hoor. Trouwens. Ja, ik vind het heel leuk met jou. Ik vind jou superleuk haar hebben ook. Nee, sowieso altijd al. Ik vind jou knap, maar als het... Ik vind het leuk als het veel grijs en dan blond er doorheen, zeg maar. Vind ik het heel leuk. Op een natuurlijke wijze. Ja, dat vind ik... Dat staat jou supergoed. Ik heb het heel lang natuurlijk gewoon keihard geverfd, want ik ben al heel lang best Stefan wel grijs. Nee, want geverfd. Ik ben pas sinds kort bij Stefan. Oh. Sinds een jaar of zo. Nou, ietsje langer. En, maar het rare was, de kappers deed eigenlijk bijna altijd precies het tegenovergestelde van het gevolg. En dat heb ik nooit begrepen. Dus dan zei ik van, nou, haal er maar niet te veel vanaf. Nou, dan knipte ze het heel erg kort. En dan was van, ja, want dan groeit het beter. Ja, maar nu heb ik dus gewoon een kort... Of snoeien ik zei, is groeien. Verf het blond. En dan verven ze het donkerbruin. Dat heb ik ook. Maar dan was het van, ja, dat sluit beter aan op je uitgroei. Ik denk, ja, die uitgroei is ook donkerbruin. Want dat is ook de kleur van mijn haar. Ja. Maar ik heb liever juist dat je een volledig kunstmatige kleur aan geeft. Harde krullen. Dat heb ik dus nooit gesnapt. En waar ik altijd... Maar eventjes terug, want dat is een belangrijk punt. Ja, hoe komt het dan dat dat zo loopt? Nee, ook niet. Sorry. Ik doe het even voor je. Het is dan helemaal een andere kleur. Het is dan klaar. Ja. En dan zeg je dan... Nee, dit is... Ik weet niet of je poep in je oor hebt. Maar ik heb net gezegd... Ik wil graag zo. Ik ben één keer teruggegaan. Eén keer zat ik thuis. En toen zat ik zo te baden dat ik dacht... Ja, donkerbruin. Nee, niet donkerbruin. Blond. Nou, dus terug. Maar meestal ging ik dan bedremmeld weg. Want je zit ook echt 3 uur of zo. Hè, in het grote onthulmoment. Dan denk je ineens... Dit was het echt helemaal niet. En dan bedremmeld. En ik heb de laatste keer dat ik echt teleurgesteld raakte... was ik bij echt een chique kapper in Amsterdam. Waar? Zeg ik niet, dat vind ik niet aardig. Nou, ik weet niet of die vrouw daar nog werkt. En dan besmeur ik hun reputatie door één idioot die dat verkeerd heeft gedaan. Maar die zei toen, ze had me geverfd. Toen had ze me uitgespoeld. Zei ze, oh nee, dit is het niet. Dat is al niet een fijn gevoel. Zei ze, ik ga het nog een keer doen. Toen had ze me weer uitgespoeld. Zei ze, weet je wat, je hoeft niet te betalen. Maar dat was dus het eind. Ja, dat vind ik ook onzin. En toen dacht ik, oh nee. En toen ben ik gewoon maar... Je hoeft niet te betalen, want het ziet er niet uit. Nee, precies. Want waarom zegt iemand, je hoeft niet te betalen... als daar ze echt zo geen eer in haar werk heeft gelegd. Dus mijn oplossing was eigenlijk altijd... ik ga wel weer op zoek naar een andere kapper. Maar ja, dat is natuurlijk niet handig, want je moet... Ja, dan nou, blijf ja, je moet ooit een kapper vinden dat je denkt, goh, dat nou, klopt die bij heb mij. Ik nu. Die heb ik nu. Want wat Stefan dus gewoon zegt, dan zeg ik van... ja, ik wil een beetje dit en ik wil een beetje dat. Ik zie hem ook een beetje denken van ja. En dan gaat ze weer. Gaat ze weer met alle verhaal. En dan zegt hij, weet je wat? We gaan je gewoon mooi maken. Nou, dat vind ik zo geruststellend. Ja, want dan iemand... schiet je vol waarschijnlijk. Zo, joh. Neem even wat. En dan, ja, dat is heel erg fijn. En dan maakt hij je mooi. Ja,
En dat is eigenlijk gewoon basically wat je wil, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou ja, ik vind met. Nou, wat ik ook ingewikkeld vind aan. En daarom heb ik niet echt een vaste kapper. Omdat ik ben heel moeilijk mijn afspraken maken. Geen vaste? Ja, ik ben een beetje wisselend. Tussen twee wissel ik. Oké. Okay. Maar dat komt omdat ik ben niet van afspraken maken. Ik wil eigenlijk dat ik denk, ik wil nu naar de kapper. Ja, en dan wil je niet wachten. Eigenlijk nooit. Nee. En of ze zijn op maandag niet open, of ik weet niet. Maar het is altijd net dat ik denk, ja, ik wil. En dan bel ik en denk, nee, ik kan. Nee. Ja, ze praten natuurlijk niet allemaal zo. Maar goed. Maar dan. Dus dan denk je, nou ja, oké, okay, laat dat maar zitten. Dan bel ik volgende week nog wel. Ja. Want dan zeggen ze, nee, maar dan kunnen we volgende week. Ik denk, nee, want nee, ik weet niet. Het is altijd heel acuut. Ja. Ik wil het gewoon. Maar heb jij niet, want dat heb ik dus als ik zeg maar vreemd ga bij een andere kapper. Dan kom je daarna weer bij je eigen kapper en die zegt dan altijd, wie heeft dit gedaan? Oh ja, van die echt tandarts. Alsof je door een soort gek bent behandeld. Ja. Terwijl je zelf dacht, nou liep er toch. Ja, nee, chimpansee. Dit is echt helemaal niet goed gedaan. Nee. Dat zeggen ze dan natuurlijk. Dat tandarts ook wel. Altijd. Ik moet er even mijn eigen gebit van maken. Nou, hoeft helemaal niet mijn eigen gebit ervan te maken. Ja, dat zeggen ze dan. Dan willen ze, nee, ik moet er even mijn eigen gebit van maken. Ik pak mijn hamer en mijn buik om mijn Maar wat ik belangrijker vind, ik een vriendin die durft gewoon te zeggen bij de kapper, ik wil geen gesprek. Ik zou daar echt nooit ooit durven zeggen, gewoon. Het gesprek moet. Ja, maar ik kan ook niet zeggen van nee, ik wil geen gesprek. Ik heb daar ook, jij hebt me dat ooit verteld. Toen dacht ik, zal ik dat een keertje doen? Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat zegt. Ik ook niet. Eigenlijk. Ik ook niet. Het is bijna alsof je bij iemand gaat eten en zegt, ik wil geen gesprek. Dat is niet, het is niet ik kom hier om te eten. Ja, ik jongens, lekker eten, maar hou je wafel. Stil. Ja, nee. Ja. En als jij bijvoorbeeld, want ze doen altijd zo spiegels achter laten kijken, ja, en zo. Aan het eind. Ja, ik kijk wel richting die kant op, maar ik registreer het eigenlijk om het echt en het op te maakt vangen. Me het is ook zo'n moment op. Alsof ik dan nog ga zeggen, sorry, dat nog eens even zien, want daar zit volgens mij. Dat doe je natuurlijk helemaal niet. Even terug naar die pluk hier. Ja. Nee, en ik denk ook, ja, boeien hoe ik er van achteruit zie. Ik zie dat toch niet, dus dat toch? Ja. Heel soms zie je dat, dan schrik je je sowieso altijd wel rot. Ga je gevoel mooi maken, zegt Stefan dan. Ja, dit stuk wordt oké wat daarachter gebeurt, joh. Omdat mensen die achter je fietsen hebben last van, nu maar een capuchon omdoen. Ja, dat is niet jouw probleem, Aaf, achter. Nee, maar mijn moeder zei altijd, als wij dan weggingen, zei mijn moeder, je moet je haar ook nog achterkamen. Achterwonen ook mensen, zei mijn moeder altijd. Die ga ik onthouden. Ja, achterwonen mijn ook mensen. Mijn kinderen willen hun haar voor ook niet kammen. Dus voor en achterwonen ook mensen. Ja. Maar het is wel wat ik wel heb met dat praten bij de kapper. Het komt ook door mezelf. Want ik praat natuurlijk ook best wel veel. En ik heb zelfs dat als mijn kapper niet vraagt, ga je nog op vakantie? Wat natuurlijk de ultieme kappersvraag is. Dat ik dat dan ga vragen. Want dan denk ik, we hebben dit nog niet behandeld. Stefan zit nou keihard naar de radio te schreeuwen. Ja, inderdaad, ja. Waarom vraag je dat altijd? Altijd over die vakantie. Hij zal het wel echt beamen. Ik heb het hem vorige keer nog gevraagd. Terwijl ik denk... En heb je het onthouden ook of je op vakantie gaat? Hij ging niet. Oh. Nee, hij heeft geen kinderen. Hij hoeft niet per se midden in die zomervakantie weg. Ja, hij zou wel gek zijn dan. Ja, daar heeft hij natuurlijk geen zin in. En fooi geven. Hm. Nou, in Amerika... Daar ben ik pas laatst achter. In Amerika moet je dus fooi geven. Want je hebt hier nou... Nee, ja, maar nee. Ze heeft dus dat zeg ik niet daarom. Gewoon. Maar dat we zijn er weer, toen ben ik gaan denken... Oh ja, in een restaurant geef je ook altijd fooi. Maar ik vind het toch gek bij de kapper. Ik heb het een tijdje gedaan in Nederland. Maar het voelt toch zo van... Ik ben echt de enige in deze hele zaak Stefan die dit zit weer te schreeuwen. Nee, je zou niet de enige zijn. We zitten altijd te wachten. Zo benieuwd. Ik denk namelijk dat ik volgende week wel afvind. Volgende week kom ik weer ineens op dat moment dat ik acuut naar de kapper moet van mezelf. Moet je eens opletten, Stefan, hoe ze jou in de watten gaat leggen. Want dan is ze mooi gemaakt en dan stapt ze naar die pin-out. Nee, maar kan wat bijna vind jij niet aan. Ik heb het zelfs gegoogeld, hè, een tijdje geleden. Stefan moet en dit? Tip. Hoeveel fooi wil Stefan? Liever niet, staat er dan nee, kamer uit. Stond echt bij voor de eer en echt, verder echt, hoeft het niet. Maar, het is om jou mooi te maken. Nee, maar doe jij dat? Nou, ik ben daar dus... Laatst heb ik dat zo een beetje schoorvoetend gedaan. Sorry dat ik een fooi geef. Nee, omdat ik ineens dacht... Oh, schijnbaar is dat een dingetje. Ik had het nog nooit echt gezien. Hoor. Ik zie anderen het niet doen. Nou, ik zie niet veel mensen afrekenen bij een kapper. Ik zit er uren. Ja, en dat er iemand zegt, maak er maar... Nee, maak er maar... Nee. Wat kost jouw kapper? Wat kost Stefan? Om en nabij.
Ik weet het namelijk nooit. Nee, ik ook niet. Nee, heb je ook vaak dat je... En dan weet, denk ik, heb ik nou betaald? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, ik ben helemaal daas van al dat product wat er in mijn haar is in uren feun. En dan reken ik alles wel af. En, ja, precies, want je hebt ook nog materiaal gekocht. Materiaal, aluminiumfolie, meters aluminiumfolie. Nee, maar bedoel, je hebt ook nog product gekocht. Producten wat hadden gekocht, we het net serum, over dat jij die ook nog... serum gekocht. Gewoon wax. Ja. Dit is hele makkelijke wax, zeggen ze dan. En dan denk ik, oh ja, dat is wel... Het ziet met wel wax kan ik niks. En dan koop je die wax. En dan sta ik thuis en dan zet van die harde blokken. En denk ik, ja, en nou? Ja, het is als van, je smeert een klein beetje tussen je handen. Om een klein beetje te zijn. Bij mij heeft het altijd geleid tot een hele grote vette klont vol mijn haar. Nee, dat werkt niet. Klonten, nee. Van die AstraZeneca-klonten zo in je haar. Maar, over klonten gesproken. Over klonten gesproken. In je haar. In je haar, gezond haar, gezonde precies. Nagels. Wil je gezonde huid, haar, nagels, ja. Nachtrust. We hebben een nieuwe sponsor. We hebben een nieuwe suikeroom. Ja, we hebben een nieuwe suikeroom. We hebben de brug gevonden. Denk de urinebrug hebben we gelaten. Wat die was, we hebben nu gewoon een heel haarbrug. Andere gezonde brug gemaakt. Haar is heel sterk, hè? Als je sterk haar wil. Ja, want ik heb... Oh, daar hebben we het altijd over gehad, over de Chinese staatschicks. Dat die aan de haren zo... Oh, ja, precies. Nou, die had vast vitamine van Atida Pure geslikt. Ja, van... Atida Pure. Atida Pure. Ja. Je gaat naar die website. Ja, dat is atidapure.com/nl. Ja. Dan heb je een code die je kan gebruiken met hoofdletters. Mark Marie Aaf, hoofdletters. Dan heb je een hele vragenlijst die je in moet vullen. Ja, zo van, heb je moeite met slapen? Heb je veel stress? Wil je sterke nagels? Precies, dat soort dingen. Vragen. Hebben wij ook gedaan. En dan komt er een persoonlijk, eigenlijk een vitamine recept voor jou. Ja, en dan krijg je zo'n doosje en er zitten allemaal vitamine in. En die ga je dan slikken en dan hoop je dat dat allemaal... Ja, dat je als bij toverslag een heel nieuw mens wordt. Ja, nou, dat beloven dingen... we nou ook weer niet, maar... Nee, maar de dingen waar jij last van hebt, zeg maar, dat daar dan aan gewerkt. Ja. Die zijn wel heel persoonlijk op iemand. Ja, je krijgt echt je eigen recept. Ja. Ja. En als je dus die code invult, die hoofdletters Mark Marie Aaf, dan krijg je 50% korting op je eerste bestelling. Ja. Nou ja. Hoe is jouw relatie met vitamines eigenlijk? Niet goed. Ik heb zoveel potten vitamines. Echt waar? Ja, maar dan vergeet ik ze weer. Nou, ik helemaal niet, omdat ik ervan uitga dat 100 jaar geleden in boerderijen in Brabant niemand vitamine had en toch gewoon... Allemaal van die rulle nagels. Jouw voorvaderen. En staarten en zo waarschijnlijk, ja. Maar goed. En stress. Maar ik dacht dat vroeger deed niemand het. Nee. Maar schijnbaar zit er nu ook gewoon minder in voedsel en zo. Dus het is heel goed om wel bij te slikken. Ja, precies. Dus ik ken heel veel mensen die heel veel bijslikken en die daar heel goed op gaan. Ja, en dan zie je er ook bij zijn waar het voor is. Dus bijvoorbeeld voor mij is het dan heel erg voor mijn geheugen en mijn concentratie. Oh ja, daar ben ik wel benieuwd of dat nou, gaat verbeteren. Jij gaat mij sprongen zien maken. Dat je echt denkt, wow, ben heel benieuwd. Dit gaat mij net even alert allemaal. Dat vind ik niet meer fijn. Ja. Nee, dus... Dat is Atida Pure. Ja. .com/NL, Mark Marie Aaf is de code. Ik heb nog helemaal weinig op de xylofoon gespeeld. Ja, hè? Ja, dat valt me nu in. Wil je gewoon even een tijdje spelen? Een concert. Bij zomergasten gewoon. Doen ze dat ook, toch? Dit zou ik wel op Wasteland Party willen doen. Dat ik zo in een hoek in jongens, de plas jullie gaan nu zo lekker. Kan Roland eventjes ophouden met de pick-up? Dan is een xylofoon nou meer een libido-keer dan Roland Molendijk of Andersom? Wie wil jullie het liefste horen? Nu komt Mark Marie. Ja, even zet die poephoek. Even stil. Doe maar even de pick-up schoonmaken. Ik heb nog één pre van de kapper trouwens, die niks met haar te maken heeft. Verplicht 3 uur rust. Nou ja, bij mij duurde 3 uur, hè? Bij jou misschien niet. Maar ik zit 3 uur in zo'n stoel. Dat vind ik net zoals een treinreis. Oh ja, het heeft dat ook heel veel met tijdschriften te maken. In de trein lees ik veel tijdschriften, bij de kapper ook. Alhoewel ik vind dat er minder tijdschriften beginnen te komen. Omdat natuurlijk iedereen zijn eigen telefoon zit te loeren. Maar ik vind verplicht 3 uur tijdschriften lezen... Ja. Wanneer verplicht iemand je daartoe? Nee, dat is waar. En jij met je tijdmanagement, zeg maar. Waar krijg ook wat vitamines voor, hè, binnenkort. Waar nogal wat gaten invallen. Jij kan wel gewoon af en toe is 3 uur rust daar krijg gebruiken, ik, moet ik eerlijk ik zeggen. Heel daar D3 moeten we echt voor. Wel eens een keer een expert op zetten, denk ik, bij jou. Dat hebben we. Krijg er rhodolia en ginseng voor. Kijk, moet je eens kijken hoe heerlijk dat gaat worden. De party. We moeten nog sterren geven. Moeten sterren geven aan kappers. Hallo, anders krijgen we ingezonde brieven.
Nog even wel een ingezonden brief. Twee, over de plasemmer. En daar wil ik even twee hele handige dingen over zeggen. Jij had gelijk wat betreft het emaille. Een vriendin van mij stuurde een foto van haar emaille plasemmer. Die is al 10 jaar gebruikt. Daar eet ze ook gewoon soep uit. Precies. En die soep ruikt niet naar urine. Dus de geur verdwijnt er meteen uit. En een ander iemand had een hele aantrekkelijke tip. Doe een bejaarde luier onderin de plasemmer. Want dan heeft hij een soort steadiness, waardoor je hem niet omver kan schoppen. En ik dacht, dan horen mensen je niet midden in de nacht tinkelen. Dat is waar, maar spettert het dan niet terug, zeg maar, meer? Het absorbeert juist. Oh, je zou denken dat het... Want het is een luier. Als hij vol is. Ja, dat hoorde ik, als het een luier is. Dat zei je, ja. Maar als hij vol is, dan spettert hij volgens mij wel eerder terug, zo'n bejaarde luier. Omdat hij hoger ligt, de plasspiegel. Is het, zeg maar, ja, is hoger. Dat dan is komt waar. Dan wordt hij zo... Eén plasje doen en dan gewoon de rest van de avond met terug blijven. Je kan hem ook gewoon omdoen. Maar het is wel goed dat kletteren en zo... Kletteren? Dat, ja. Ja, onderin iets leggen is sowieso wel... Ik las ook dat glorix echt geen goed idee is. Nee, wat mijn moeder deed. Nee. Glorix maakt het niet alleen goed. Maar erger. Ja. Gewoon dus emaille met een bejaarde laluier erin. Bejaarde eronderin. En dan één keer plassen. Ja. En dan... Nou, je leven is... Je herkent het niet meer terug. Goed, en die bejaarde die moet dan maar gewoon eventjes in zijn broek doen. Mag gewoon niet mee met daarom. De camping. Dus we moeten nog sterren geven aan kappers. Ja. Ja, weet je, gezien mijn huidige ervaring zit ik op 5 sterren. Dat is maar, omdat je weet dat Stefan zit te luisteren. Ook, maar ook omdat hij een topper is. Maar alle anderen die ik heb gehad... En dat Stefan, zijn er... niks dat je denkt, nou... Dat is een kleine tip voor Stefan. Want echt, hij weet zelfs wat hartstikke leuk. Wat ik wil. Maar verder vind ik hartstikke leuk. Maar Stefan, dat had hij net... Koude handen of heeft maar 4 vingers. Nee. Of hij... Maar al had hij 4 vingers, hij ruikt je er een goed beetje. Mee of zijn aftershave is niet zo lekker. Nee. Of hij... Ik weet niet of jij dit nu allemaal over jouw kappers aan het zeggen bent. Maar ik zeg gewoon, hij is een topper. En hij krijgt 5 sterren, maar... Gezien mijn eerdere ervaringen die echt meer op 2 sterren uitkwamen... moet ik op 3,5 ster uitkomen. Maar daar wordt Stefan dan de dupe van. Nee, want die krijgt nu apart 5 sterren. Nee, dat kan niet. Je mag kan geen eervolle vermelding. Je mag alleen maar nu kappers... Gewoon huidige situatie? Oké, 5 sterren. Ik krijg ook speciaal voor mijn haar trouwens nog vitamine omega 3. Dat zijn 5 sterren. Ja. Die zit in de pocket, Stefan... Die kan je bij die enorme fooi geven die je komende week... Ik hoop maar dat hij nog luistert, voor niks geweest. Die enorme fooi die je komende week gaat krijgen. En boek maar een vakantie, want er is... Dan vraag ik wel waar je heen gaat. Er is geld genoeg. Kun je oprekenen? Ik geef kappers... de hele kapperervaring, ja. Zeg maar. Ja. Ja, mocht ik niet doen, maar goed. Ga jij je gang. Wie doet de regels eigenlijk? Gelden, denk ik. Ja, dat is nou ook eigenaardig. Blijkbaar. Dat, ja, klaar, ja, de hele kapperervaring. De regels. Ik denk 3,5, omdat... Wat ik niet zo fijn vind, dat je heel zo met een natte kop daar zit. Met slechte belichting. Ja, en dan kan je die kappers niet kwalijk nemen. Slechte belichting vind ik wel kwalijk. Ja, want je ziet altijd... En ik vind het ook altijd vervelend als een kapper... Ja, maar dan gaan we het helemaal weer de hele kappers weer openrijden. Maar ik vind het ook vervelend als je voor de raam moet zitten. Ja. Met een heel groot raam. Want dan vinden ze op een of andere manier heel leuk. Je hoofd. Ja. Kappers. En dan moet je zo voor hele een raam... Hele groeten. Zit je zo met zo'n plakkop. Zit je daar heel nou, daarom ging ik op een gegeven moment niet meer naar die bij mij in de buurt op de hoek. Want ik dacht, ja, doei, daar 3 uur in de etalage zitten. Ja. Dat vind ik gewoon ongemakkelijk. Ja. Dus... 3,5. Dat is half, Wasteland, mooi, hè? Here we come. Nou, heel goed. Dan is het nu toch tijd voor de party. Ja, op een of andere manier zijn we nu heel ver teruggegaan weer met de kappers. De tijd. Ja, ja. We hebben moeite om door te gaan. Nou ja, het begon meteen, vitamine voor. De party zit dus meteen het stuk over Hans Klok. Daar vertelt hij dus inderdaad in dat hij dan... zijn inhammen bij laat werken met haar. Maar was dit een speciaal inhammenstuk? Of was dit naar aanleiding van zijn rol in Zomergasten? Nee, dit gaat alleen maar over... hij neemt geen grote risico's meer. Oh, met mensen doorsnijden en zo. Ja, het is af en toe laat hij een konijn zien of zo... maar hij doet niet meer grote dingen kleine met een kaarttruc, Allah. Een opgezette tijger, prima. En een oude bever of zo. Nee. Een
oude bevers zijn oude wel... Oude bever die zo in een hok komt en dan gaat er een doek over en dan zit er een konijn. Weet je wel, zoiets. Dan moet die bever zich heel zo... Die risico wil je nog wel nemen. Een verkleed konijn als bever en dan laat de konijn dik. Zag ik. Zoiets doet hij bijvoorbeeld nog wel, maar er waren motoren, staat hier. Motoren die dan in een rotonde of zo... En dan zou hij dan middenin moeten gaan staan. En dat doet hij niet meer. Deed hij wel. Ja, dat was al een plan eigenlijk. Maar dat vindt hij toch te gevaarlijk. Ja. En dat doet hij niet meer. Want nu is hij dus, we hebben het al eerder over gehad, uit Las Vegas weer gekomen. Dan moet hij hier weer verkopen. Van, nee, ik vind dit eigenlijk toch leuker. Want dat vind ik wel heel lief van hem. Want hij is een heel aardige man, hè? Ja. Maar dan zegt hij... die interviewer dan, ik weet niet. Maar die zegt dan van... maar in Amerika zet je natuurlijk in Las Vegas vaste plek. En hier moet je weer van stad naar stad. En dat is ook wel weer, weet je wel, dat je weer uit de koffer moet gaan en dingen. Ja. En dan zegt hij, ja, ik moet je zeggen, in die anderhalf jaar dat ik in Las Vegas woonde, miste ik de variatie ook wel een beetje. Dus dat is helemaal oké. Dus nou speelt hij dat hij toch wel weer leuk vindt om van Alkmaar... Naar Zwolle. Ja. Ja, maar dat vind ik ook goed. Zo moet je het leven ook een beetje leiden, vind ik. Ja, vind ik ook. Ja, ik kan wel naar Las Vegas gaan zitten hunkeren, maar en nu vind ik dit leuk. Ja, precies. Ja. En wie is dit? Dit is Bonnie Sinclair. Ik dacht altijd Bonnie Sinclair uit Tilburg kwam, maar dat is niet. Zij komt uit de Jordaan. Oh. Ja, ze is in de Jordaan uit de water komen lopen. Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Dus zij heeft... En zij zegt dan, op het einde zegt zij... Dat vond ik ook wel heel grappig. Wat denk je dat zij het leukste vindt aan optreden? Wat was het mooiste moment van het optreden voor haar? Daarna zit... Nee, want ze drinkt niet meer. Nee. Dat is echt niet oké. Dat is echt niet oké. Ja, maar daarna zit kan heel maar leuk ik vind zijn. Het echt gewoon nee, niet oké. Nee, dat is niet oké. Wat vindt u? Het applaus? Ja, ik vind wel dat je er vlakbij zit. Oh. Zij vindt het mooiste aan het optreden als het voorbij is. Ja. Nou ja, ja, ik vind dat ik toch punt krijg. Dat is het mooiste. Klaar zijn met optreden is voor mij het ultieme mooie moment. Het is elke keer een overwinning om een concert of optreden af te ronden. Dat is een kick van I did it. Ik heb zin om dat weer eens te ervaren. Ik snap maar dan het zou wel. Nee, dan zou ik toch aan Bonnie willen adviseren. Bonnie, ik kom maar eventjes iets bij de radio zitten. Bonnie, als je nou optreedt, dan moet je proberen om van het optreden zelf te genieten. Ja. Het optreden zelf moet genot geven. Ja. Daar moet je bevrediging uit halen. Je moet jezelf op het toneel bevredigen. En dan moet nee, dat hoeft niet, Bonnie. Dat wil niemand zien. Niet deze laatste tip opvolgen. Dat doe je maar komt bij dat Wasteland. Zien, dames en heren. Eerst als klok met een bever. En dan komt Bonnie Sinclair zich bevredigen. Nee. Want Mark Marie heeft gezegd dat ze genieten op het toneel. Nee, maar ze moet wel van het optreden zelf genieten. Ja, is ook ik. Zo. En niet van dat het klaar ja, is. Ja, moet. Ik denk dat heel veel artiesten zo in elkaar zitten. André Hazes had het toch ook? Die vond optreden verschrikkelijk. Ja. En heel veel mensen. Ik begrijp niet, maar die doen het allemaal tegen heug en meug. Ja, ik vind optreden wel leuk, hoor. Ik denk dat jij er wel plezier in hebt. Maar ik denk echt dat jij tot een kleine minder... Meer dan het publiek. Ik geniet echt als die af is. Ik zit me toch te genieten. Ik heb het weer volbracht. Ja. Nee, nou, dus, fijn dat je er lol in hebt. Hartstikke leuk. En Sonja Bakker en die Barry, ja, daar hoef ik echt niet meer over te weten of ze nou nog samenwonen of niet. Die heen die jojo-relatie. Ja, inderdaad. Zij is een beetje een jojo-diëtist natuurlijk. Ja, dat is waar. En dan heeft hij haar weer geslaan of zoiets. Dan was gewelddadig achter in een taxi, herinner ik me iets. Ja, en dan was het weer niet goed. En dan is het weer wel goed. En dan is het weer niet goed. Ik hou er ook helemaal niet heel erg... Nee, de party houdt het nog bij. Ja, de party houdt het nog bij. Artikelen ze wonen nou gescheiden. Ja, we maken niet helemaal niet uit. Of is het gewoon weer in Hoorn of zo? Ja, daar kwam ze toch vandaan? Ja, volgens mij zoiets, ja. Daar had haar ex-man die schuur met al iets die boeken. Want zij gaven dat allemaal zelf uit. Oh, ja. Uit hun eigen schuur. Ze is allemaal in hun eigen schuur begonnen. Met een molen of zoiets zie ik haar iets. Niet meer een schuur, maar ik denk dat we allebei wel gewoon wild zitten te fantaseren. En niet heel ver van een visafslag, heb ik het nee. idee. Nee, sowieso niet. Nee. En over Plien van Bennekom, die staat erin dat ze de kinderen gaat missen. En Plien vind ik heel erg leuk, die ken ik goed. Maar ik moet wel erg lachen dat ze vertelt dat rondom corona... is Plien op internet gaan zoeken of ze zich nuttig kon maken in de zorg. Ja. Als vrijwilliger. Heb ik ook gedaan. Ik had dat echt wel willen doen als vrijwilliger, zegt ze. Maar ik merkte dat je er iets van moet kunnen. Ja. Het is echt zo, ja. Maar dat is toch dat je denkt... Nee, de zorg, daar hoef je eigenlijk niks nee, voor te Nee, dat is ook natuurlijk en een misvatting. Dat je dan op internet erachter komt van... Oh, hé, daar moet je gewoon iets voor kunnen.
Dus, en je moest ook beschikbaar zijn in de avond en in de weekenden. Toen is ze afgehaald. Ja, dat is een beetje werk in de zorg. Dat nee, maar ik moet zeggen, zo zit ik exact ook in elkaar. Precies zo, want hè? Want was het van, ja, enige die ik kon vinden was dan in een bejaardentehuis waar corona welig tierde. En was van, we zoeken gewoon een beetje fitte, gezonde mensen die niet bang zijn, zeg maar, om mensen daar te helpen met hapjes en drankjes. Maar ik dacht van, ja, nee, ik ben doodsbang. Ik bedoel, in een bejaardentehuis vind ik echt heel erg eng. Dat was in die tijd gewoon pool des verderfs. Ja, iemand moest het natuurlijk doen. Nee, tuurlijk. Maar dan ben ik dus ook weer te belazerd om dat te gaan doen. Dus ik snap dit wel, dat je gaat zitten zoeken. Dat je had ik wel gedaan, had ik dat weten. Oh, jou even gebeld. Ik weet nog wel iemand voor je. Kan nog, hoor. Wat is een coronahuis, lijkt me leuk. Want als... Ik zag het. Ja? Ik was echt bang. Ik was in die tijd één keer in een bejaardenflat. En toen moest ik met de lift naar boven. En toen heb ik iemand op bezoek? Nee, ik ging een maaltijd brengen aan iemand op zich. Ook één iemand een maaltijd brengen? Ja, één iemand. Die zat in een soort programma dat ze maaltijd kreeg. Maar dan moest ik die flat in. Maar ik stond in die lift. Toen dacht ik, dit is een coronalift. De hele liftreis, mijn adem ingehouden. Liftreis. Maar eventjes, want je had... Nee, dat was toen uiteindelijk mijn vrijwilligerswerk. Dat ik maaltijden ging brengen. Oh, je bracht maaaltijden aan iedereen. En je moest één keer bij een bejaarde maaltijd brengen. Want bij wie bracht je dan anders maaltijd? Bij jongeren? Nee, mensen die bijvoorbeeld door ziekte thuis zaten. Of heel arm waren. Of niet meer konden lopen. Of blind. Doe maar. Ja, noem het maar op. Echt waar? En dan kwam jij langs met... hallo. Maaltijd. En wist je dan wat de maaltijd was? Ja, die had ik ook zelf gemaakt. Met een groepje mensen deden we dat. Oh, ja. Met een groepje mensen maakten jullie voor maaltijden. Mensen voor die mensen die het echt niet konden. Konden ze allemaal die maaltijden komen halen bij het buurthuis. Maar dat was toen natuurlijk gevaarlijk. Je mocht het buurthuis niet meer in. Dus we moesten het naar ze toe brengen. Nou ja, was super. Ja, alleen ik was wel te bang om in een bejaardentehuis te gaan werken. Nee, precies. En dat die liftreis gewoon even heel niet eerlijk. Snel vergeten. Die liftreis en terug heb ik niet gehaald. Nee. Maar ik heb het allemaal overleefd. Zeker. Ik denk dat we gewoon naar het probleem gaan. Ik heb een probleempje en ik ben benieuwd wat jullie gedachten hierover zijn. Mijn schoonvaders speciale gerecht is nasi. En dat vindt iedereen lekker. En ik vind dat ook lekker hoe hij dat maakt. Nou eet ik zelf geen varkensvlees en heb ik dat ook gezegd. Waarop hij zei dat er kip in zit en ik dat dus kan eten. Maar nu ben ik er laatst achter gekomen dat hij er spekjes in doet. Dat heeft hij zelf ook gezegd aan tafel toen mijn eigen vriend vroeg wat dat lekkere zout er doorheen is. Waarop hij dus zei spekjes. En allebei hadden ze niet door dat ik dat dus niet eet. Ook weer een beetje raar van mijn eigen vriend eigenlijk. Maar goed, nu durf ik dat dus niet aan te kaarten. Omdat ik het ook weer vervelend vind als hij dan dat voor hun speciale gerecht moet aanpassen voor mij. Maar ik eet het echt niet. En ik kan ook moeilijk opeens niet meer bij hem komen eten. Of opeens zeggen dat ik geen honger heb als daar opeens dat bordje nasi voor me staat. Ja. Ik wil trouwens even één ding zeggen over de mensen die reageren. Ik vind het heel leuk dat mensen reageren op dit probleem, ook heel uiteenlopend. Ik vind het niet zo leuk als mensen zeggen van... ja, je moet eens in andere landen kijken wat voor problemen ze hebben, denk ik. Ja. Nee, dat vind ik ook onzin. Wij behandelen hier gewoon huis- en keukenproblemen. Ja. En natuurlijk is het in Afghanistan een miljoen keer erger. Maar dat heeft ook niemand gezegd van... nou, dit zit echt op één lijn. Nee, precies, vind ik ook. En ik vind ook onzin om te zeggen van... dat het geen belangrijk onderwerp is, inderdaad. Want terwijl het kan best wel een ding zijn in je leven. Nou, het gaat over veel meer natuurlijk eigenlijk dan over die nasi. Dus, ja. Dus ik vind, en sowieso vind ik, ach, maakt ons dat uit. Het gaat over meer dan nasi. Ja. Dat willen we even gezegd dat hebben. Dat willen we gezegd hebben, ja. En natuurlijk zijn er altijd ergere dingen. Maar altijd. Zoals mijn moeder altijd zei, dan is het toch belangrijk om mijn moeder ook weer even hierin te slepen. Mijn moeder zei altijd, je voelt je eigen sneetje in je vinger veel meer dan de kanker van de buurman. Ja. En dat is gewoon zo. Ja. Daar heb je veel meer last van je eigen van de sneetje in je vinger. Ja. Dus, dat is gewoon het leven. Zo is het leven. Dus grow up en get with the program. Smel de koffie. Ja. Ja, want het gaat ook heel erg over gastvrijheid, vind ik. En je schoonfamilie. Ja, en ook, ik denk namelijk dat zij die man ontzettend waardeert. Dat, zo klinkt het ook. Hij klinkt een hele aardige, leuke man. Massiemakende schoonvader. Ja. Dus ik zou ook zelf echt niet zo makkelijk roepen van... Hey, haal die spekjes er eens uit. Wist je niet dat het varkensvlees was of zo? Die vriend speelt een heel eigenaardige rol in het geheel. Vind je? Ja,
vind ik wel. Als ik Karim eet ook geen varkensvlees. Als ik ergens zit en iemand zegt tegen mij: oh nee, maar er zijn spekjes. Dan zeg die ik: vriend meteen, oh, wist dat stop. Dus niet. Nee, maar zij zegt, dus hij heeft gevraagd: oh, er zijn spekjes. En dan hebben ze gewoon doorgegeten. Ja, maar zij zegt: mijn vriend had blijkbaar helemaal niet door dat spekjes varkensvlees zijn. Dat kan. Maar kan die schoonvader heeft dat ook niet door. Kan je toch ook niet voorstellen dat hij dat niet weet? Ik wel. Ik wist ook heel lang niet welk vlees van welk dier kwam. Maar dat wist ik gewoon niet. Tot welke leeftijd? Nou, echt lang. Echt heel. Ja, maar goed, ik ben vegetarisch opgevoed. Dus dan heb je het niet vaak over spekjes. Maar ik moest dat echt maar je een hebt beetje in de kelder gezeten of zo. Je bent deels. Gewoon 19 jaar. Maar nee, maar ik snap wel een heel klein beetje dat je. Nou ja, sommige dat mensen weten weet dat die spekjes van een vark komen. Ja. Nou goed. Dat kan. Maar goed, het is een beetje een lacune in je Maar wat doe je? Ja, ik zou echt net zoals zij. Ja, ik zou vragen of mijn vriend het voor me wilde vragen. En wat moet hij dan vragen? Nou, van hé, pap, er zitten spekjes in. Maar ja, ik wist het ook niet. Maar dat schijnt dus varkensvlees te zijn. En dat eet ze niet. Die gek die in de voorkamer zit te wachten. Ja, ik denk als die vriend het zegt, voelt het toch wat minder als een soort van raar verwijt. Wat het natuurlijk helemaal niet is. Want je mag gewoon beslissen om geen varkensvlees te eten. Nou, dat waren we ook nog iets over zeggen. Want er waren ook allemaal mensen die zeiden van ja, je moet gewoon eten. En zo erg is dat niet. Zo werkt als je ook heel niet. Je leven, vanaf dat je geboren bent, hoort varkensvlees is vies. Varkens zijn vies. Dan kan je echt niet eten. Dat is vies. Dan krijg je dat gewoon. Dat heeft niks met. Heeft vaak ook niet eens iets met geloof te maken. Maar dan krijg je het gewoon niet meer met je hersenen voor elkaar om varkensvlees te eten. Dat snap ik heel goed. Daar moet je gewoon respect voor als dat hebben. Heel je leven is verteld en heel je leven denk je dat. Zo, wij eten ook geen hond. Nee. Dat komt het omdat idee dat iemand mij per ongeluk hond liet eten. Ja, dat zou ik ook heel onprettig vinden. Zou het heel vervelend vinden. Of vleermuis. Ja, of ja, vleermuis. Ja, of dat zou ik echt bedanken. Ja, zou ik ook Op een hele aardige manier. Ik bedank al voor zo lillend vet, zeg maar. Zo wit, lillend, lillend. Waar mensen zo lekker zo achterover werken. Ik kan er echt niet. In Rusland is dat een bolhapje, hè? Gewoon los lillend vet. Ja, los uit de hand. Ja, heerlijk. Ja, maar goed, dus, hoe moet je dit nou doen? Ja, ik zou het dus op de passieve manier spelen, maar dat is helemaal niet een aanrader. Nee, want er zit nog een probleem in. En dat probleem is culinair. Is dat het hele gerecht begint met het uitbakken van die spekjes. En in dat vet smaak. Gaan die uien en gaat die dingen. Dat geeft juist die smaak eraan. Ja. Dus dat gerecht is zonder die spekjes gewoon eigenlijk niet het gerecht wat die schoonvader wil geven. Nou, wat ik dan zou adviseren is om dan of iets anders mee te nemen en daar niet een heel groot ding van te gaan maken. Nee. Gewoon zeggen van nee, maar dan moet ik het gewoon echt niet eten, want ik kan er gewoon, ik word maar ik gun het jullie ontzettend, want het is heel lekker. Ja. Ik heb wel meegemaakt dat iemand dan, die Karim, die ging dan per ongeluk iets eten en die werd er echt gewoon om, die ging over, die werd er echt om, dat je dat idee hebt, ik heb nu iets. Ja. Snap je? Dus dan moet ze gewoon even iets anders meenemen en ze moet er vooral geen groot ding van gaan maken, want ze moet eigenlijk zeggen van ik snap heel goed dat de basis van heel het gerecht is. Ja. En ik wil ook niet dat u helemaal voor mij iets anders gaat maken of zo. Hier is mijn pizza. Ik schuif hem heel even in de oven. Hartstikke gezellig. En dan eet ik gewoon lekker mee. Geen groot ding van want maken. Inderdaad, heel veel mensen raden aan spekjes apart. Maar dat gaat niet in zo'n gerecht. Nee. Dat maakt het niet lekkerder allemaal. Nee, en daar is het helemaal op gebaseerd. En ik zou ook niet met gestrekt been erin gaan. En ik zou er ook geen groot ding van maken. Nee. Want als je hem heel erg moeilijk via die zoon dat aangaat. Ja, dat is waar. Dan wordt het allemaal een grote diplomatieke kwestie. Ja, en dan voel je al, oh god, dit is iets groot en zo. En dat moet het helemaal niet zijn. Het moet eigenlijk gewoon, je kan eigenlijk gewoon altijd een diepvriespizza meenemen. Sowieso. En dan in je tas. En dan op het moment dat jij ziet, oké, het wordt vanavond nasi. Hij zal ook heus niet elke keer nasi maken. Nee, toch? Dan pak je die pizza tevoorschijn. Precies. En als het geen nasi is, dan laat je die pizza gewoon in je tas. Want ook mensen zeiden ook van, dan kan ze toch die stukjes eruit halen. Ja, dan snap je heel het idee niet van dat je geen varkensvlees zo eet. Zo werkt het niet. Nee, want dan eet je wel de jus, et cetera. Ja, dus dan heeft dat er helemaal in. Dat kan je er natuurlijk uithalen. Dus dat eigenlijk dat vind ik eigenlijk een hele goede oplossing. Want zo doe je die vader, die schoonvader recht. Want dan zeg je, ik snap uw gerecht. En ik snap ook dat dit alleen de manier is waarop het echt lekker is. Ja. Prima. En dat is ook helemaal niet erg. En ik doe gewoon iets anders. En we zitten gewoon gezellig bij elkaar. Daar gaat het toch om? Het gaat om de gezelligheid. En niet om de spekjes. En wat hebben we het gezellig gehad, Aaf? Mooi. Mooi, hè?
Het is rond. We nemen afscheid van jullie, dames en heren. En blijf ook problemen insturen. Dat kan naar onze Instagram. En die is Mark, Marie en A vinden iets. En als je ongenuanceerd wil reageren, doe gewoon hoor. We hebben ook wat om over te praten. Dat is ook helemaal niet erg. Dus tot de volgende week dan. Tot dan.